Deze film gaat over een heel vreemd wezen dat ook leeft op onze aarde. Eeuwenlang was Lucifer een handlanger van de duivel. Hij strooide met vuur. Vuur is ook een levend wezen, zich tonende al sinds het ontstaan van deze wereld. Er zijn veel meer van dit soort levende, niet voelende wezens. Maar Lucifer is wel heel apart. De geest van Lucifer is onzichtbaar, maar vuur kunnen we wel waarnemen. Vuur wordt geboren door magische vonken. Vuur heeft brandstof nodig. Vuur vreet zich onverzadigbaar vol. Vuur groeit. Het kan zich ook verstoppen. Het smeult dan. Vuur poept. Het skelet wordt as. De poep heeft geuren en geeft rook. Vuur sterft. De menselijke geest heeft veel zienswijzen op vuur. En die zullen wij u de komende dagen presenteren.